Hallo, vandaag gaan we het hebben over de wet van Pouillet. We spreken hier onder meer over de doorsnede van onze kabel, over de kabelsoort en over de weerstand en de lengte van onze kabel. Dit is een foto van Pouillet zelf. Dit is de basisformule. A is gelijk aan ρ maal L gedeeld door R. A staat dus voor onze diameter. En die wordt uitgedrukt in vierkante millimeter, of millimeter tot de tweede, zoals u hier ziet. Dan hebben we ρ, dat is de soortelijke weerstand of het soort materiaal we gaan gebruiken. Is dat koper, aluminium? Het hangt ervan af wat we gaan gebruiken van draad. En dan hebben we de lengte, de afstand, die wordt steeds uitgedrukt in meter. En dan hebben we nog de weerstand, die wordt uitgedrukt in ohm. Dit is onze basisformule. A is gelijk aan ρ maal L gedeeld door R. Dus eigenlijk is de diameter gelijk aan ρ, dus de soortelijke weerstand, maal de lengte gedeeld door de weerstand. Dat is onze hoofdformule. Als we deze hoofdformule hebben, kunnen we er ook een drietal van afleiden. We kunnen de ρ naar de andere kant zetten en dan hebben we ρ is gelijk aan R maal A gedeeld door L. Als we de R aan deze kant zetten, dan kunnen we berekenen ρ maal L gedeeld door A. En als we de L aan deze kant zetten, dan hebben we R maal A gedeeld door ρ. Dat zijn onze vier formules die we vandaag veelvuldig gaan gebruiken. Dit is onze soortelijke weerstandenlijst. Zoals u ziet hebben we hier zilver, koper, aluminium, wolfram, zink, messing, ijzer, nikkel, lood, melkor, nikkeline, manganine, constantaan, chroomnikkel, kwikzilver en kool. Zoals u ziet staat er hier bij ρ 0. Dat is dus de temperatuur. De temperatuur zal hier 0 graden bevatten. Dus al deze soortelijke weerstanden zijn gemeten bij 0 graden. Dan zien we hier 15 staan. Dus deze soortelijke weerstand is steeds gemeten bij een temperatuur van 15 graden. Dus bijvoorbeeld koper bij 15 graden is 0,0175 ohm per vierkante millimeter per meter. En dan hebben we hier nog onze temperatuur per temperatuurverschil. Dit is 0. Dit is 15, maar laten we zeggen dat we nu 16 nodig hebben. Dan gaan we hier 1 graden moeten bijdoen. En ik ga u dat straks uitleggen, hoe u dat moet berekenen. We gaan beginnen bij het begin. We hebben verschillende soorten draaddoorsnedes. En het is heel belangrijk dat we ook de juiste gebruiken. Want als wij een hele dunne kabel gaan gebruiken met een groot vermogen door te sturen, dan zal er een enorm grote stroomsterkte doorvloeien ook. En die zal de kabel dan in brand doen schieten. Dus het is heel belangrijk dat we dan de juiste diameter gebruiken. Bijvoorbeeld voor onze lichtkringen moeten wij een 1,5 gebruiken. Hier kunnen we zien waarom. Tot 16 ampère zijn wij veilig gesteld. Maar gaan wij hoger gaan, dan wordt het al gevaarlijk. Daarom dat we dan voor onze stopcontacten een 2,5 gaan gebruiken. En die 2,5 die kunnen wij dus beveiligen tot een zekere 20 ampère. Minder is geen probleem, maar meer wordt dan weer gevaarlijk. Want als we een 25 ampère er gaan opzetten, dan gaat de kabel opwarmen. Dat is het Joule-effect en wordt eigenlijk een gedeelte mee veroorzaakt door Pouillet. Dus daarom is het zo belangrijk, 1,5, 16 ampère maximum voor onze lichtkringen, 2,5 mm tot de tweede of vierkante millimeter voor een automaat van 20, bijvoorbeeld onze stopcontactenkringen bij ons thuis. Dan hebben we 4 mm verplicht voor onze wasmachine, met een automaat afgezekerd van 25 ampère. En een kookfornuis gaan we altijd of toch heel vaak gebruiken met een 32 ampère en een draaddoorsnede van 6 vierkante millimeter. Dan hebben we nog grotere industriële toepassingen, 40 ampère en 63 ampère. Als u bijvoorbeeld een extra sauna wilt bijzetten of zo, dan is het vaak ook aangeraden van een grotere amperage aan te vragen. Maar dan moet u ook rekening mee houden dat ook uw kabels moeten verdikkeren. Dit is een voorbeeld van een 1,5 en een 2,5. Die ziet er zo uit, een XVB-kabel met zijn 3 kopergeleiders. En dan zullen we bijvoorbeeld zeggen een XVB 3G 1,5 of een XVB 3G 2,5. Die gebruiken wij voor onze licht- of onze stopcontactenkringen, vooral in een garage of in een zekere vochtige ruimte buiten de badkamer dan, want we gaan daar geen buizen op de muur leggen. Daar gaan wij dan VOB-draad bij gebruiken. Dan hebben we onze draad van 6 vierkante millimeter. U ziet het, de geleider is al net iets dikker. Gebruiken we dus voor als we een grotere aansluiting al moeten doen, bijvoorbeeld voor de lader van jouw auto. Dan zouden we al beter naar een 6 vierkante millimeter gaan. Of zelfs iets groter. Dat hangt er vanaf wat het kilowattage is dat uw auto, of het amperage wat uw auto zal verbruiken. Dan hebben we een 16 vierkante millimeter. Deze gebruiken we, zoals u al duidelijk kunt zien, voor de aarding met zijn gele en groene kleur. Dus die gaan we dan gebruiken. Dan hebben we bijvoorbeeld hier nog een hele grote kabel die we gaan gebruiken voor bijvoorbeeld een groot feest op te richten met veel spots. Dan gaan die lampen zeer veel amperage verbruiken. Of een DJ-set bijvoorbeeld. Of een grote werf kan ook soms. Dan gaan we een dikke kabel gebruiken. Nu, deze kabel staat op een haspel aangesloten. En volgens mij is die 200 of 300 meter lang. Het is heel belangrijk dat we deze altijd volledig afrollen, zodat we niet het effect krijgen van een spoel, maar ook omdat we anders opwarming gaan krijgen. Dus die opwarming kan zeer gevaarlijk zijn. Ook als de afstand van uw kabel, als we bijvoorbeeld deze 63 ampère gebruiken en hij is bijvoorbeeld 300 meter lang, dan is het maar een maximum van 32 ampère dat je er best op zet. Anders gaan we weer warmte creëren of zelfs een spanningsval creëren, doordat er aan de ene kant 400 volt vertrekt en aan de andere kant maar 360 volt toekomt vanwege de lengte van de kabel. Hier hebben we bijvoorbeeld een autostartkabel. Deze autostartkabel is ongeveer een 50 vierkante millimeter of dikker. Waarom? Omdat een batterij van een auto heeft dikwijls een zeer hoog kilowattuur. En dat is inderdaad heel belangrijk dat die ook zwaar genoeg is voor die auto te kunnen starten. Vooral die start gebruikt een groot amperage. U merkt dat direct als uw batterij plat is van uw auto, dan kunt u niet starten en moet u deze startkabel pakken. En als u dan probeert met een andere auto die auto te starten, dan voelen we weliswaar dat zeer snel deze kabel opgewarmd wordt. Dan hebben we 95 carré voor industriële installaties en een 120 carré, een zeer dikke kabel. U ziet hier ook al die kleine geleidertjes van 16 bij elkaar gepakt zitten, tot een 120 vierkante millimeter. Goed, we gaan nu wat oefeningen maken op de wet van Pouillet. Een koperen kabel van 100 meter lang en 1,5 vierkante millimeter dik heeft een soortelijke weerstand van 0,0175 ohm per vierkante millimeter per meter. Hoeveel zal de weerstand bedragen? Bij hoeveel graden is de soortelijke weerstand gemeten? Een goede vraag. Het eerste wat we moeten doen, dat is direct kijken wat voor gegevens dat erin staan. Hier bijvoorbeeld 100 meter lang, dus dat is de lengte. We hebben de diameter. De diameter, we weten dat hij 1,5 vierkante millimeter dik is. Dat is onze diameter. Dan hebben we die soortelijke weerstand van 0,0175 ohm per vierkante millimeter per meter. En dan hebben we nog de twee vragen. De vragen die we ons kunnen stellen zijn: hoeveel zal de weerstand bedragen? En bij hoeveel graden is de soortelijke weerstand gemeten? Dat zijn de twee vragen. Wel, de eerste, de gemakkelijkste vraag die we ons kunnen stellen is: we gaan onze weerstand berekenen. Dan gaan we deze formule gebruiken. R is gelijk aan ρ maal L gedeeld door A. Dus R, de weerstand, is gelijk aan de soortelijke weerstand maal de lengte van de kabel gedeeld door de diameter. Dan krijgen we 0,0175 ohm per vierkante millimeter per meter maal 100 meter gedeeld door 1,5 vierkante millimeter. We gaan die millimeters schrappen, gelijk dat we in de wiskunde mogen doen. Wat mogen we nog schrappen? Dat zijn deze meters. Omdat die hier gedeeld door staat, kunnen we die hier ook eens een keer delen door elkaar. En dan valt die ook weg. Wat blijft er dan over? Inderdaad, die ohmse weerstand. Dus R is in ohm en dat klopt natuurlijk direct. Hoeveel is dat dan? Als we dat gaan uitrekenen, komen we uit aan de weerstand is gelijk aan 1,17 ohm. Eigenlijk zeer makkelijk te berekenen. Ook eigenlijk moet er een min tot een -6e bij staan aan de beide kanten. Ook deze schrappen we door, omdat die langs zowel hier bij de 0,0175 staan als bij de 1,5 vierkante millimeter. Dus nu weten we hoeveel dat onze weerstand bedraagt. Nu is nog de vraag, bij hoeveel graden is deze soortelijke weerstand gemeten? Daar moeten we even voor gaan kijken. Wat waren onze gegevens? We wisten dat die 0,0175 ohm per vierkante millimeter per meter was. Dus als we dat weten, dan kunnen we in onze tabel gaan kijken die ik daar juist getoond heb, die tabel van de soortelijke weerstand. De vraag was 0,0175, moeten we even kijken waar dat zich bevindt. En we zagen direct inderdaad dat hij hier bij de koperdraad was, omdat ik die er straks ook al aangehaald had. Dus ik moet kijken, hier, koper, 0,0175. En het tweede was dan nog, welke graden heeft hij? 15 graden. Voilà. Dus bij hoeveel graden is de soortelijke weerstand gemeten? Koper bij 15 graden. Want hij zat in de 15 graden tabel. Zo, de volgende oefening. Een koperkabel van 10 kilometer lang en 16 vierkante millimeter dik heeft een soortelijke weerstand van 0,0165 ohm millimeter tot het tweede gedeeld door meter. Hoeveel zal de weerstand bedragen? Bij hoeveel graden is de soortelijke weerstand gemeten? We halen de basis eruit. L is gelijk aan 10 kilometer. Hier moeten we wel echt met oppassen. Ik ga het u dus subiet laten zien. A is gelijk aan 16 vierkante millimeter. Koper, dat is onze soortelijke weerstand van 0,0165 ohm vierkante millimeter per meter. Hoeveel zal de weerstand bedragen, is deze vraag. En de tweede vraag is, bij hoeveel graden is de soortelijke weerstand gemeten? Goed, we gaan eerst even kijken bij hoeveel graden is de soortelijke weerstand gemeten. En we gaan kijken, hup, we pakken onze tabel erbij. Koper 0,0165. Dan moeten we even kijken. We bevinden ons in de tabel hier, koper. En we zien direct dat die bij 0 graden zit. De 0 graden staat hier nogmaals vooraan, 15 graden staat hier en hier is het per temperatuurseenheid omhoog of omlaag. Dus dit is bij 0 graden, dus we weten dat het koper is. Goed, dan moeten we eerst werk deze 10 kilometer omzetten naar 1000 meter. Waarom? Als we hier in meter rekenen, dan moeten we ook hier verplicht in meter rekenen. Doen we dat niet, dan is het goed, maar dan moet u ook dit van meter naar kilometer brengen. En dat is al een pak moeilijker om uw soortelijke weerstand nog eens een keer te gaan veranderen. Daarom dat wij dan opteren voor ons gemak halve even de omzetting te doen naar meter, van kilometer naar meter. Dus LA hebben we, de soortelijke weerstand hebben, dus we moeten de weerstand gaan berekenen. R is gelijk aan ρ maal L gedeeld door A. 0,0165 ohm per vierkante millimeter per meter maal 1000 meter gedeeld door 16 vierkante millimeter. Dat komt uit op de weerstand is gelijk aan 1,03 ohm. Een mooie weerstand eigenlijk. Voor zo'n grote lange kabel is dat zeker en vast niet veel verlies. De volgende oefening. Een kabel van 247 meter lang. U ziet het, ik heb het hier al een kleurtje gegeven. Dat zijn onze gevraagden, dat zijn onze gegevens. Dit zijn onze gegevens. En 2,5 vierkante millimeter dik heeft een weerstand van 93,684 ohm. Welke draadsoort gaan we hier gebruikt hebben bij 0 graden Celsius? Ik heb weer al mijn gegevens apart genomen. De lengte 247 meter, mijn dikte 2,5 vierkante millimeter en mijn weerstand 93,684 ohm. De vraag is welke draadsoort bij 0 graden. Goed, we kunnen beginnen met onze berekening. We gaan onze ρ erbij halen. Ρ is gelijk aan R maal A gedeeld door L. Dus we weten R is 93,684 ohm maal, de diameter zetten we hiernaast, 2,5 vierkante millimeter gedeeld door onze lengte. Nogmaals, even checken. Staat die meter? Ja, oké. Perfect. Ohm, vierkante millimeter per meter. Dan komen we aan rho uit. Oké, en dat is... Rho is gelijk aan 0,943 ohm, vierkante millimeter per meter. Dan gaan we even moeten checken in onze tabel bij 0 graden. Dus daar gaan we even moeten checken. Hier is heel de lijst. We moeten kijken bij 0 graden. Dus het zal in deze kolom zich bevinden. Dan moeten we nog naar dit getalletje op zoek. En als ik even kijk, zie ik hier onderaan kwikzilver staan. Dus 0,943 staat hier onderaan. Dus mijn berekening is kwikzilver. We weten al welk metaal hier gebruikt wordt. De volgende, oefening 4. Een kabel van 847 meter lang en 6 vierkante millimeter dik heeft een weerstand van 3,9527 ohm. Welke draadsoort gaan we hier gebruikt hebben bij 15 graden? Bereken ook de stroomsterkte als u 230 volt is. U ziet het, ik heb hier de 847 apart gepakt, de 6 vierkante millimeter, de 3,9527 en de spanning 230 volt. De eerste vraag is welke draadsoort gaan we hier gebruikt hebben bij 15 graden en de stroomsterkte I te berekenen. We beginnen met de draadsoort bij 15 graden. Dat is het gemakkelijkste, moeten we juist de tabel erbij halen. Rho is gelijk aan R maal A gedeeld door L. We kunnen weer beginnen met rekenen. We gaan onze R erbij zetten, we gaan onze A erbij zetten en we zetten onze lengte erbij. Als we dit berekenen, komen we uit aan rho is gelijk aan 0,028 ohm vierkante millimeter per meter. En dan hebben we dit hier opzij en dan moeten we de tabel pakken. Voilà. Oké, even checken. Bij 15 graden... Dus het zal zich in deze tabel bevinden. Moeten we kijken naar het getal 0,028 ohm per vierkante millimeter per meter. En dan komen we hier uit bij aluminium. Aluminium wordt nog vrij vaak gebruikt omdat het een mooie geleider is. Geeft goed door, heeft niet te veel weerstand. Die weerstand wordt anders toch maar omgezet in amperage. Is niet te duur in aankoop. Dus aluminium is een vaak gebruikt item in de elektriciteitswereld. Voilà. Oefening 4. Bereken de stroomsterkte. De lengte is gelijk aan 847 meter. Onze doorsnede is 6 vierkante millimeter. Onze weerstand 3,9527 ohm. En onze spanning, die weten we nog steeds, is 230 volt. Oké, nu moeten we de stroomsterkte berekenen. Vermits dat we nu ook onze weerstand meten... kunnen we dat ook gebruiken. De spanning gebruiken we, de weerstand gebruiken we. En zoals u de wet van Ohm al kent ondertussen, U delen door R, want U staat steeds bovenaan in de piramide URI of UIR. Kan dan niet schelen, maar zorg dat die U bovenaan staat. Dus als we die delen, die 230 volt, delen door de 3,9527, komen we uit aan onze stroomsterkte. En dat is een zeer hoge stroomsterkte van 68,19 ampère. Dus ja, waarschijnlijk veel te zwaar voor deze kabel. De volgende oefening. Bereken de weerstand en het voltage op volgende kabel. Een nikkeldraad bij 50 graden Celsius met een lengte van 220 meter, een diameter van 25 vierkante millimeter en een stroomsterkte van 10 ampère. De nikkeldraad bij 15 graden, dat is 0,135 ohm per vierkante millimeter per meter. De lengte is 220 meter, diameter 25 vierkante millimeter, de stroomsterkte 10 ampère. Gevraagd is onze weerstand en ons voltage. Nu, we kunnen direct gaan kijken hier. Bij de nikkeldraad, moeten we even checken, want hier is een nikkel in de draad en een nikkeldraad. Het gaat hier wel effectief over deze nikkeldraad bij 15 graden. Dus als we even kijken, die bevindt zich hier. En als we kijken bij 15 graden, dan bevindt dat zich hier. Dus zo weet u direct hoe ik aan dit getal kwam. Voilà. En als we dat weten, kunnen we dat hier invullen en kunnen we mee opnemen in onze gegevens. Nu kunnen we de weerstand en een voltage berekenen. Zeker beginnen we bij de weerstand. De weerstand R kunnen we nu gaan bepalen vermits we ρ, L en A weten. De I kunnen we pas berekenen als we R weten. Ik zet mijn gegevens aan de zijkant en dan kunnen we hier de berekening maken. R is gelijk aan ρ maal L gedeeld door A. Dus dan gaan we even kijken. 0,135 maal 220 gedeeld door 25 is gelijk aan de weerstand 1,19 ohm. Zo, we zetten die ohm hier aan de zijkant. Dan kunnen we de wet van ohm toepassen. R maal I is gelijk aan U. Dus we kunnen onze R, die we nu weten, gebruiken. Dat is 1,19 ohm maal 10 ampère is gelijk aan U. En dan komen we aan bijna 12 volt, 11,9 volt. Dus een mooie spanning. Volgende oefening, oefening 6. Bereken de weerstand en het voltage op de volgende kabel. Een kooldraad, en ik waarschuw al van in het begin, dat is een speciale kool, bij 15 graden Celsius met een lengte van 250 meter, een diameter van 35 vierkante millimeter en een stroomsterkte van 25 ampère. Een kooldraad bij 15 graden Celsius is maar liefst 65 ohm per vierkante millimeter per meter. Dus dat is eigenlijk heel hoog. L is gelijk aan 250 meter, A is 35 vierkante millimeter en I is 25 ampère. Als ik naar die kooldraad ga kijken, zie ik ook dat hier vooraan dat die temperatuur naar de negatieve kant gaat. Dat is een speciale, net zoals bij constantaan. Dus dat moeten we zeker en vast in de oog houden, dat ook een enorm grote weerstand is, zoals u ziet. Dus die stijgt ook enorm snel. Dus we gaan er deze hier uitnemen en dan komen we aan die 65 ohm per vierkante millimeter per meter. Dus als we die gaan gebruiken, dan kunnen we de weerstand en de voltage meten. We beginnen weer bij het begin. We gaan hier de eerste berekening maken. R is gelijk aan ρ maal L gedeeld door A. Dus dat is 65 ohm maal millimeter tot de tweede gedeeld door meter. Maal 250 meter gedeeld door 35 vierkante millimeter. En dan komen we uit op onze 464 ohm. 464,28 ohm. Een zeer groot getal. Volgende oefening. Bereken de weerstand tussen volgende kabels. Dat is een speciale. Een koperdraad bij 15 graden, een lengte van 850 meter, een diameter van 35 vierkante millimeter. En dan eigenlijk juist dezelfde kabel, maar ditmaal niet bij 15 graden, maar bij 0 graden, ook 850 meter en 120 vierkante millimeter. Nu, als ik ze even op een rij zet, zijn het eigenlijk twee verschillende vraagstukken. Deze bij 15 graden en deze bij 0 graden. Op deze manier kunnen we het verschil zien tussen onze twee kabels bij 15 en bij 0 graden. Dus als ik even ga checken, dan zien we hier koper staan en we gaan de koper berekenen. Koper, die staat hier, voilà, 15 graden, dat is 0,0175 ohm bij 15 graden. Goed. Die staat hier bovenaan. En nu gaan we deze hier onderaan berekenen. Dus een koperdraad bij 0 graden. 0 graden, dat is die kolom. Koperdraad, dat is deze kolom. Dus 0,0165 graden. Dus u ziet dat er toch een klein verschil tussen deze twee bevindt. Dus hier krijgen we 0,0165 ohm per vierkante millimeter per meter. Dit gezegd zijnde maken we van deze bovenste ρ 1 en van de onderste ρ 2 voor het gemakkelijk te maken. Dan gaan we ze weer ook op weerstand 1 en weerstand 2 gebruiken. Dus ρ 1, ρ 2. U ziet het, de rest van de gegevens is identiek hetzelfde. Eerste oefening, de tweede oefening. Goed, we beginnen met deze eerste oefening. Dan gaan we alles op een rijtje zetten. R1 is gelijk aan ρ maal L gedeeld door A, de eerste weerstand. Dus als we hier 0,0175 maal 850 gedeeld door 120 doen, dan krijgen we 0,124 ohm. Dit is onze eerste weerstandsberekening bij 15 graden. Nu doen we dezelfde bij 0 graden. Hier ziet u 0,0165. We gaan de berekening maken. We beginnen eraan. R2, de tweede weerstand, is gelijk aan de roommaal L gedeeld door A weer. We zetten het hier op een rijtje. U ziet het, deze is ook weer iets lager. En dan komen we uit aan R2 is gelijk aan 0,116 ohm. Nu, als ik die twee weerstanden, de ene bij 15 graden, de andere bij 0 graden neem, dan zie ik een duidelijk verschil. De deze is iets hoger als de deze. Zoals u ziet, de 0,124 is bij 15 graden, dus hoe hoger de temperatuur, en dat is een conclusie dat ik kan maken, hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de weerstand en hoe lager de graden, zoals u ziet, hoe lager de graden, hoe lager de weerstand zal zijn. Dus het is heel belangrijk dat de kabel niet te warm wordt, want als die warm wordt, gaat de weerstand alleen maar toenemen. Zeer belangrijk dat we hiermee rekening houden. Dus het is altijd beter van een grotere diameter van kabel te nemen als u niet zeker bent van uw situatie. Moet u bijvoorbeeld 1000 meter kabel trekken, wat heel lang is, dan moet u ervoor zien dat uw kabel dikker zal moeten zijn als anders. U ziet dat ook heel duidelijk in deze tabel, hè? Koper, u ziet dat hier een beetje, elke keer een beetje gestegen wordt. U ziet bij aluminium dat het van 0,026 naar 0,028 gaat. U ziet bij wolfram dat het van 84 naar 58 gaat, 54 naar 58 gaat. U ziet bij zink dat het van 0,058 naar 0,0625 gaat. En u ziet hier dat eigenlijk altijd, bijna altijd moet ik zeggen, altijd de stijging is, behalve hier bij die constantaan en die kool die we zojuist berekend hadden. Dus daar moet je dan toch wel altijd rekening mee houden dat er twee specialetjes zijn. Nu, wij als elektriciëns gaan bijna altijd koper of aluminium gebruiken. Nochtans, de kool wordt af en toe gebruikt als koolweerstand bij de elektronicussen. Dus het is toch wel belangrijk om dit in het achterhoofd te houden. Nu, ik had u beloofd van ook nog deze achterste tabel uit te leggen. De formule bij een temperatuurstijging. Dus welke formule moeten we daarvoor gebruiken? Is de alfa positief? En dit is de alfa. Dat was er juist in mijn tabelletje. Dit is de alfa, zoals u ziet. Is de alfa positief? Dan moeten wij die plus hier tussen zetten. Dus R totaal is gelijk aan R0 plus, en die plus is zeer belangrijk bij positief. Haakjes open. R0 maal alfa maal delta T. De temperatuur staat hier ditmaal. Niet voor de tijdsduur, dus voor de temperatuur per graad. Is zij negatief, is de alfa negatief, dan moeten we R totaal is gelijk aan onze R0 min. Hier staat heel duidelijk die min, hier staat heel duidelijk de plus. Dus als het negatief moeten we die min mee overnemen, is het positief moeten we de plus mee overnemen. Dus R0 min... haakjes open, R0 maal alfa maal delta T. Dus dat is, ik heb het erbij gezet, constantaan en kool. Moeten we daar verplicht rekening mee houden. Dat zijn twee specialetjes die we toch in het oog moeten houden. Goed, even oplijsten. RT, dat is de weerstand bij een bepaalde temperatuur. R0 is de weerstand bij 0 graden. Alfa, de temperatuurcoëfficiënt. En delta R, of ja, die delta T die dat we daar zagen, dat is eigenlijk de weerstand af of toename door de temperatuur. Het is heel belangrijk dat we dat in ons achterhoofd houden. Hoeveel graden dat het is. Wordt het in één keer, moeten we het berekenen bij 800 graden, dan moet die T, delta T 800 graden worden. Dan moeten wij dat aanpassen in onze tabel voor de berekening. Oefening. Een spoeltje uit koperdraad heeft bij 20 graden een weerstand van 15 ohm. We berekenen deze nu bij een weerstand van 25 graden Celsius. De koperdraad bij 0 graden Celsius. Dan is onze weerstand 15 ohm. En om dat gemakkelijk te bepalen, anders moeten we daar die 25 graden Celsius, weerstand 15 ohm, gaan we gewoon hier zetten. Weerstand 20 graden is gelijk aan 15 ohm. Dus R20 is 15 ohm. Heel gemakkelijk. De vraag is, De weerstand bij 25 graden, ook weer om gemakkelijk te doen, gaan we R25 schrijven. Op die manier weten we de weerstand bij 25 graden. We zijn begonnen aan de oefening. R20, dus de weerstand bij 20 graden, is gelijk aan R0 plus 1 maal 0,004 maal 20 graden Celsius. Hoe kom ik aan die 0,004? Heel gemakkelijk. We gaan even in de tabel kijken. Het gaat hier over koper, want we gingen over een koperen spoeltje spreken. Dan moeten we hier bij die alfa, want u weet ondertussen dat dit de alfa is, dan moeten we die 0,004 eruit halen. Goed, dit gezegd zijn, R0 is gelijk aan R20. Dit gezegd zijn, R0 is gelijk aan R20. Gedeeld door 1 plus 0,004 maal 20. Dus R0 is 15, die R20 is bij 15 ohm bij 20 graden. Gedeeld door 1 plus 0,04. Dan komen we aan oefening 8. R20 is gelijk aan R0 plus 1 maal 0,004 maal... Dan komen we aan oefening 8. R20 is gelijk aan R0 plus 1 maal 0,004 maal 20 graden Celsius. Hoe kom ik nu aan deze 0,004? Wel, heel gemakkelijk. Ik kijk hier naar mijn tabel, naar mijn alfa's. En ik zie, we spreken over koperen spoeltje, dus we moeten koper aanduiden. En hier in die alfa-lijn vind ik de 0,004. Daar komt die dus uit. Dan hebben we de R0 is gelijk aan R20, dat was onze 15 ohm. Gedeeld door 1 plus 0,004 maal 20. Nu, we gaan dit hier nog vervangen, dus dan krijgen we deze oplossing. R0 is dus gelijk aan 13,89 ohm. 15 gedeeld door 1 plus 0,004 maal 20 is 13,89 ohm. Nu, dit is R0, dus dan is onze weerstand bij 0 graden. Nu, ik moet hem niet weten bij 0 graden, nee, ik moet hem weten bij 25 graden. Dus R25 is gelijk aan R0 plus, eens open, 1 plus 0,004 maal 25 graden Celsius. Zodanig dat we naar de 25 graden kunnen gaan. Dan hebben we onze 13,89 ohm. Dat weten we nu. R0 is gelijk aan 13,89 ohm plus, want het is positief, 1 plus 0,004 maal 25 graden Celsius. En vermits we dit weten, kunnen we nu bijvoorbeeld ook eens 100 graden gaan gebruiken. Ja, dan zal het 138,9 ohm gaan worden, bijvoorbeeld. Dus op die manier kunnen we gemakkelijk de berekening maken. En dan komen we uit hier voor 25 graden is de weerstand 15,28 ohm. Nu, ik hoop dat u iets bijgeleerd hebt en ik wens u nog een fijne dag verder.